Dag beste kijkers. Welkom bij Festival TV. We zijn hier vandaag in het Jayslings Royal Palace bij het Kika concert. Dit is een concert voor kinderkanker en alle opbrengsten zeg maar, die bij dit concert binnenkomen worden ook gebruikt om kinderkankerpatiënten te helpen. Nou, we gaan dadelijk even kijken bij de artiesten die hier optreden. Dat zijn bijvoorbeeld Jeroen van der Boom, Kus en nog vele, vele anderen. Nou, we gaan even kijken of er al een sfeertje is en we gaan even checken hoe het met Jeroen gaat. Want vorig jaar was hij nog onbekend en nu de nummer 1 artiest van Nederland. Leuk toch? Zeker. Er is maar één wereld, één wereld, één wereld. En die hebben we te leeg, kom op. Er is maar één wereld, één wereld, één wereld. En jij en ik zijn één. Hallo kijkers, hartelijk welkom bij, hoe heet het ook weer? Festival TV. Ja. Festival TV. Hoe vind je het om hier op te treden? En ik vind het heel leuk om hier op te treden, omdat het een goed doel is. En ik heb mede doordat we de laatste inderdaad 8 maanden toch wel een bijzondere periode hebben meegemaakt met 2 nummer 1 hits. Jij bent zo natuurlijk iets wat bijna een soort volkslied aan het worden was. En als je je dan als artiest of als mens in kan zetten voor een doel als Kika, kinderkankervrij, want dat is wat waar het voor staat. Het is heel bijzonder, want in principe zou het niet eens moeten kunnen. Als je je een beetje verdiept in waar Kika ook mee bezig is, wat voor onderzoeken, wordt er zelfs bewezen of beweerd dat kinderen eigenlijk helemaal geen kanker zouden moeten kunnen krijgen. En dat is natuurlijk heel hard wat ik nu zeg, want het gebeurt. En door onderzoeken kunnen ze kijken of ze dat kunnen onderzoeken, zodat ze weten van hoe kunnen we dat behandelen en hoe kunnen we kinderen misschien van tevoren in een vroeger stadium al helpen. Als je zelf vader bent, dan grijpt dit soort doelen grijpen gewoon direct op je in. Want hoeveel kinderen heb jij zelf? 18. Nee, 2. Oh, oké, ik dacht al. Oké. Ja, dank je wel. Je hebt stilgezeten. Ja. Hey, 2 kindjes. Wie is jullie favoriete artiest hier? Allemaal zo'n beetje. Ja, en welke vind je dan echt het leukst? Nick en Simon. Oké. En je hebt je goed aangepast in oranje, zie ik. Klein beetje. Oké, nou dank je wel. Iedereen. Ja, en wie vind je dan echt het leukste? Nick en Simon. Ja, en wie vind je dan het leukste, Nick of Simon? Allebei even leuk. Oké, dankjewel. Komen jullie ook voor Nick en Simon? Ja. Ja? Oké, niet voor de meisjes van Kus? Nee hoor. Oh, oké. Okay. Oh. Allemaal. Okay. Welkom bij Festival TV! En jij? Voor wie ben jij hier? Nick en Simon. Ja, ook al. En jij? Van Nick en Simon. Oh ja, bijna iedereen, hè? En wie vind je nou het beste van de twee? Dat weet ik niet. Ja, allebei vind ik het gewoon goed. Wat vind je het leukste liedje? Pak met mijn hand. Oké. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Er wordt een keerpunt aangeduid. Je kunt nu weer vooruit. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Maar je hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon,
Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Wat vond je van dit optreden? Nou, het was echt een heel leuk optreden. Het publiek was super enthousiast en we kregen de zaal heel goed mee. Ja, het is natuurlijk ook voor een bijzonder doel. Ja, het is ook absoluut voor een bijzonder doel. Ik denk dat het publiek dat ook... ook wel beseft natuurlijk. Ja. Dus die hebben er ook al gewoon allemaal zin in. En ja, al met al helemaal top. Oké. Ja, tijdens het optreden zei jij dat je een lange reis had gehad en een massage nodig had. Hebben jullie nog steeds een massage nodig? Hoezo? Bieden jullie jezelf aan? Ja. Saai, hè? Nou, is goed. Oké. Nou, wanneer? Mag ik er even zitten dan? Dus dan ga jij, Simon, en jij doet mij dan. Okay. Ja. Okay. Nou, deal. Oké. Okay. Wanneer? Ja, waar? Nou, straks. Bij die meet and greet dan. We stellen die de winnaars wat vragen en dan ondertussen masseren jullie ons. Ja, is goed. Nou, dat is afgesproken dan. Welkom bij Festival TV. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. We vonden het erg leuk hier bij het Kika-concert. Zoals je ziet zijn wij nog wel even bezig. En we hopen jullie snel weer te mogen verwennen met nieuwe beelden op Festival TV. Doeg! Deze weg bij zichzelf.